Voor de familie is er zekerheid. Mariska Peters leeft niet meer. Nu begint het zoeken naar de vraag wat er is gebeurd. Goedenavond. Uit het hele land komt er steun voor de slachtoffers van de brand afgelopen vrijdag in Nijmegen. Ondertussen is de situatie van een van de gewonden zeer kritiek. En na een ronduit slecht jaar zocht wielrenner Robert Geesink de ommekeer in de bergen van Tenerife. We kijken naar uit om weer te gaan koersen. Na weken van onzekerheid is er duidelijkheid gekomen over het lot van Mariska Peters uit Nijmegen. Haar lichaam is gisteren gevonden bij de Hatertse Venne, niet ver van Nijmegen. Dat ze om het leven is gebracht is voor de politie het meest aannemelijke scenario. De politie heeft het gebied vandaag vrijgegeven. Schermen worden opgeruimd en de PD-unit wordt weggereden. En dus is de plek waar Mariska is gevonden vrij voor vrienden en kennissen om een kaarsje aan te steken. Voor Mariska en voor haar nabestaanden, omdat ik het heel ernstig vind. En ik vond wel dat dit het kleinste was wat ik nog voor de kon doen, deze plek. Speurhonden van RHWW uit Duiven vonden Mariska nadat ze door de familie ingezet waren. De politie heeft aan de hand van telefoongegevens van haar mobiel locaties doorgegeven. Nou, we hebben zelf ook eerder onderzoek gedaan. We hebben met een sonarboot en met speurhonden gezocht. Later kregen we aanwijzingen via haar telefoongegevens dat ze mogelijk voor het laatst in de buurt van de Hatertse Venne geweest kon zijn. Hadden jullie niet meteen zelf moeten gaan zoeken daar? Nou, zodra we die informatie hadden, hebben we contact opgenomen met dat team. Hè, omdat we zij al gepland hadden om te gaan zoeken. Als zij dat niet hadden gedaan, waren wij daar zelf natuurlijk gaan zoeken. De politie schaalde het onderzoeksteam pas op tot 25 man... nadat Mariska Peters al een week vermist was. Ze vonden sporen in haar auto die duiden op een mogelijk misdrijf. Als politie krijgen we vaak te maken met vermissingen. En we kunnen niet bij iedere vermissing een heel groot team daarop zetten. Dat doen we pas als we sterke aanwijzingen hebben dat er mogelijk sprake is van een misdrijf. Morgen is een grote stille tocht voor Mariska in Nijmegen. Een bewoonster van de door brand getroffen seniorenflat in Nijmegen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat heeft een familielid verteld dat vandaag aanwezig was bij een besloten bijeenkomst voor bewoners van de door de brand getroffen seniorenflat aan de OC Huismansstraat. Bij de flat staat Sonja Booms. Sonja, je mocht niet bij de bijeenkomst zelf zijn, maar je hebt wel mensen gesproken die daar naartoe gingen, hè? Ja, we zijn een aantal dingen te weten gekomen. Dat er nog sprake is van 16 gewonden en 1 ernstig gewonde. En ik heb ook gesproken met een dochter van een vrouw die ook nog in het ziekenhuis ligt. Ze is gewoon slecht, slecht aan de beademing. Ze is niet aanspreekbaar. Ze hopen dat ze binnenkort wat wakkerder wordt. Maar we hebben net een gesprek gehad met de arts. En daaruit blijkt toch wel dat we ons moeten gaan voorbereiden op het slechtste. Ja. En haar partner is in allerijl naar Rotterdam overgebracht. Want daar zit een specialisatie in brandwonden qua inwendige brandwonden, de longen. En die is in ieder geval gelukkig wakker. En daar hopen we dat hij vandaag van de beademing af kan. En dan mogen we het hoofd noodzakelijke uit de flat halen. Want ze moet toch polissen en dat soort dingen allemaal meenemen om alles te kunnen regelen. Zeker in onze situatie, omdat beide niet in staat zijn om dingen aan ons te vertellen. Dus, en dan is het verder afwachten hoe het gaat lopen. En meer weten we eigenlijk ook niet. Het is allemaal gissen wat hier is gebeurd en kijken wat ons allemaal nog te wachten staat. Je kunt niks, alleen maar afwachten. Ja, Sonja, bijeenkomst vanmiddag. Wat verwachten de mensen daarvan? Ja, Woonzorg Nederland heeft de afgelopen dagen heel erg zijn best gedaan om goed in kaart te krijgen welke mensen hier wonen en of ze allemaal onderdak hebben gekregen. Dus daar is ook de bijeenkomst voor bedoeld om te inventariseren wie nog welke hulp nodig heeft. En de mensen zelf, ja, die zijn vooral bezig met ook een hoop praktische zaken. Kunnen we nog terug? Kunnen we nog spullen halen? Dat zijn vooral de dingen waar ze zich nu druk om maken. Bijvoorbeeld van hoe kunnen we aan het spullen komen van mijn moeder in dit geval. En ja, hoe gaat het bijvoorbeeld met vissen die we daar in het appartement hebben. Hoe zit het met mensen waar we op dit moment even niet weten waar ze zijn gebleven. Dus we hopen hier wat meer informatie te horen. En een belangrijk punt, hoe gaat het met de huisvesting? Want dat weten we ook niet. Ik ga niet meer terug. Zij durft niet meer terug?
Ik heb nou nog steeds trauma's en huilbuien en noem maar op. We hebben 3 tot 4 uur op het balkon pas gezeten. Nee, ik ga niet meer terug. Ik ben veel te bang voor het. De woonzorg hebben ons zo in de steek gelaten. We zijn de zondagavond uit het ziekenhuis gekomen. We konden maar naar 1 adres. Maar we wisten niet waar we naartoe moesten gaan. Dus we hadden geen geld, we hebben niks. Geen kleren, helemaal niks. Er is niemand in het ziekenhuis geweest. Ja, de mensen krijgen morgen onder begeleiding 1 uur de tijd om even hun woning in te gaan. En de waardevolle spulletjes die ze mee willen nemen ook daadwerkelijk mee te nemen. En dat gebeurt niet in aanwezigheid al van een schade-expert, maar in alle rust. En de burgemeester heeft ook gezegd van ook mensen die bijvoorbeeld niet verzekerd zijn, die zijn er ook. Ja, die hoeven zich geen zorgen te maken. Ook voor hen wordt naar een tijdelijk verblijf, een goede huisvesting gezocht. En niemand, zo zegt hij letterlijk, hoeft op beton te slapen. Sonja vanuit Nijmegen, dankjewel. Het is 600 jaar oud en een van de grootste middeleeuwse kunstschatten uit Gelderland. En toch kennen maar weinig mensen het gebedenboek van hertogin Maria van Gelderen. Hoogleraar Johan Oosterman van de Radboud Universiteit in Nijmegen wil in dit jubileumjaar genoeg geld bij elkaar krijgen om deze kunstschat aan het grote publiek te laten zien. In het wordt geëind overmits broeder Helmich die Leeuwen, regulier Sumariënborden bij Arnhem. Op deze plek, Mariënborden, tegenwoordig Mariëndaal, is precies 600 jaar geleden een boek geschreven dat de belangrijkste kunstschat uit Gelderland uit de middeleeuwen is. Het gebedenboek van Maria van Gelderen. Het boek is een verzameling gebeden voor de hertogin van Gelderen. Op deze plek werd het geschreven, in een klooster in Mariëndaal. Van het klooster zie je niets meer, maar er zijn nog wel tekenen van het heilige gebouw te zien. Je ziet dat er een beek loopt. Met kloosters had je altijd watervoorziening. Dat het afgelegen ligt. Het ligt 1 kilometer of 4, 5 van het centrum van Arnhem. En ook het gevoel, dit is de plek waar dat boek gemaakt is. Het gebedenboek is al lang niet meer op Arnhemse grond te vinden. In de Staatsbibliotheek van Berlijn ligt hij, achter slot en grendel. Bij hoge uitzondering mocht Johan Oosterman het boek een keer met eigen ogen bekijken. Dat is het werkelijk schön. Het boek is te kwetsbaar om tentoon te stellen. Met een crowdfundingsactie moet dat veranderen. Wat we willen doen is zorgen dat het boek gerestaureerd wordt, zodat het weer toegankelijk is. Zodat onderzoekers ermee aan de slag kunnen en we het op een tentoonstelling kunnen laten zien voor het grote publiek. Het doel is om 25.000 euro op te halen en dat is het meer dan waard volgens Oosterman. Het gebedenboek laat zien hoe toonaangevend Gelderland was, 600 jaar geleden. Wij denken nu wel eens Gelderland ligt aan de rand van het land, maar toen hadden ze de ambitie om een van de belangrijkste vorstendommen van Europa te zijn. En ik wil laten zien hoe dit boek dat reflecteert. En ik wil daarmee dus een belangrijke fase uit de geschiedenis van dit deel van Nederland beter onder de aandacht brengen. Het oog wil ook wat, zo luidt de uitdrukking. Oh nee. Hoe aantrekkelijk zijn onze Gelderse statenleden eigenlijk? Doe de test. Oh nee. Na 12 jaar zijn er weer ontwikkelingen in de moordzaak van Alex Wiegmink uit Drempt. Een getuige zou de politie nieuwe informatie hebben gegeven. Wiegmink is in 2003 vermoord na een hardlooprondje op de postbank. Het onderzoek gaat daarna verschillende kanten op. 7 jaar geleden is er zelfs een verdachte aangehouden, maar justitie moest de zaak toen laten vallen. Volgens de broer van Wiegmink zou er nu een nieuwe verdachte in beeld zijn. Na ruim 60 jaar heeft Adriaan de Bel uit Wezep zijn moeder terug. De vrouw lag als onbekend slachtoffer van de watersnoodramp in 1953 begraven in het Zeeuwse Eerseke. In 2013 groef de politie haar resten op. Met door haar nu 77-jarige zoon beschikbaar gesteld DNA-materiaal kon haar identiteit worden vastgesteld. Ja, dat is jaren heb je dat meegedragen dat ze niet gevonden is en ineens komt het dan dat ze wel gevonden is. Heel je leven word je gevraagd, heb je nog een vader of heb je een moeder of zo, weet je wel. Nou, dan moet je zeggen, nee, dat heb ik niet meer. We waren met z'n drieën in één huis, dus we sliepen beneden. Toen kwam geleidelijk aan het water, zachtjes kwam er aan, dat steeg en dan gelijk naar boven de zolder. En toen stortte de zaak in. En toen ben ik toevallig de goede kant een open gat ingesprongen van de val. En ik ben 50 meter verder bij een boerderij, ben ik op zolder terechtgekomen daardoor, aangespoeld.
Dat weet ik niet meer natuurlijk. Nee, die hebben nooit meer, die zijn weggespoeld. Daar ben ik niet zo van de tranen, maar ik bedoel, maar je ligt er wel een beetje wakker van. En een beetje veel. Maar ja, het heeft nu allemaal een plaats gekregen. En dan moet ik alleen die plaatsen nog aan bezoeken. Dan kan ik het afsluiten. Begraafplaatsen kunnen soms echte doolhoven zijn. Als je niet regelmatig op bezoek gaat, is het als nabestaande soms lastig het juiste graf terug te vinden. De Rooms-Katholieke begraafplaats in Ammerzoden heeft daar nu een oplossing voor. Het begint met deze QR-code. Als je dit geblokte vierkant scant met je mobieltje, krijg je een kaart van de begraafplaats. En die kaart toont de plaats van het gezochte graf. Waarschijnlijk krijgen na Ammerzoden meer begraafplaatsen deze nieuwe techniek. Velp krijgt er eind volgende maand 240 nieuwe inwoners bij. Met man en macht wordt er gewerkt om een voormalige zusterflat in Velp om te toveren tot asielzoekerscentrum. Er wordt gezaagd, gebeiteld, geslepen en gevuld. Tientallen bouwvakkers werken aan Gelderlands nieuwste AZC. Maar de instroom van Syriërs in dit moment is hoog, dus het zullen voornamelijk Syriërs worden. De zusterflat is makkelijk om te bouwen omdat het gebouw al een goede indeling heeft. Maar er is wel wat achterstallig onderhoud. De gemeente heeft ingestemd met opvang voor tenminste 2 jaar. De buurt was aanvankelijk sceptisch over de nieuwe gebruikers van het pand. Het COA, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, blijft in gesprek met haar nieuwe buren. Dus we willen wel graag contact houden met de buurt. Ja, en overlast, ja, ik denk het niet echt. Nee. Er gebeurt natuurlijk wel eens wat, maar het gebeurt overal. Dus bij mij, bij de buren ook, ja. Als de verbouwing volgens plan verloopt, wordt het AZC op 23 maart geopend. In Gelderland kun je de postbank oprijden. Maar 3 Gelderse wielertoppers kozen voor een voorbereiding op 2000 meter hoogte. Bovenop de Teide op Tenerife leggen ze de basis voor een cruciaal seizoen. Jan Sommerdijk zocht hen op. Ja, je zit hier toch op 2000 meter, dus normaal gesproken in Europa op vasteland kun je daar nog niet echt goed trainen onder goede omstandigheden. En hier wel, dus dat is een goede plek. We hebben eigenlijk goede 2 weken gehad hier en sowieso een ideale voorbereiding op het seizoen. Met die hoogteprikkel. Op hoogte is het zo anders. Dat is echt puur de training, dus ga je ook niet maximaal. Ik rij alleen op, gewoon om capaciteit te verbeteren. In het kort is het zo dat op hoogte, simpel gezegd, minder zuurstof in de lucht zet. En jouw lichaam past zich daar eigenlijk in aan door meer rode bloedcellen te maken. Op het moment dat je dan op zeeniveau komt, heb je dus extra rode bloedcellen. En dat is een belangrijke prestatiebepalende factor bij bijvoorbeeld wielrennen. Nou, die eerste dagen vond ik het best wel een beetje eenzaam. Maar ondertussen heb ik alweer mensen ontmoet en je vindt altijd wel weer je weg. En dat maakt het ook alweer een heel leuk avontuur. En ja, vermaak me eigenlijk wel prima. Geef wel lekker rust. Je hebt gekozen voor een nieuwe ploeg. Na jaren weg bij Rabo en ook bij Marianne Vos. Hoe zal dat zijn? Ja, best wel spannend. We hebben ook naar elkaar uitgesproken dat het misschien ook een keer heel leuk zou zijn om tegen elkaar te koersen. Het is gewoon gezonde concurrentie. En ik moet ook zeggen dat inmiddels niet alleen maar Marianne Vos is op de wereld waar je tegen moet rijden. Maar het is ook een heel sterk team Rabobank. En ja, ook gewoon de concurrentie is ook echt enorm toegenomen in de breedte. Dus ja, het zal niet alleen Marianne zijn. Was het allemaal leuk wat je deed, zeg maar. En nu moet er misschien iets meer. Heb je daar moeite mee? Nee, in principe niet. Ik ga gewoon vanuit mijn eigen kracht uit. En ik train er gewoon hard voor. En dan ga ik ervan uit dat het er gewoon weer uitkomt. Dus in principe heb ik daar niet echt problemen mee. Ik heb de laatste paar jaren een beetje tegenslag gehad, links en rechts. En dat maakt het soms lastig om dat te laten zien wat ik denk dat ik kan.
En nou ja, dit jaar een hele andere aanpak. We zijn wat vroeger begonnen. Dit is eigenlijk voor het eerst dat we al ja, zeg maar met een hoogtestage het seizoen beginnen. Om ja, toch een eerste piek Tirreno of, ja, of iets later rond de klassiekers te leggen. Allemaal voorbereiding daarvoor. En ja, tot nu toe loopt het vrij goed. Dus ja, ik kijk ernaar uit om weer te, gewoon te gaan koersen. Tour, dat is natuurlijk toch het hoofddoel. Hè? Met die start in Utrecht, denk je er al vaak aan? Ja, ja, zeker. Ja, ik kijk er nu al naar uit en zeker de voorbereiding richting de Tour. Al een beetje aan het plannen. En ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, ik was al nadenken en ik denk na 2010 was eigenlijk de enige winter, laatste winter dat ik blessurevrij een winter heb gehad. En dat is deze winter weer. En nou ja, na 2010 had ik een heel goed jaar in 2011. Dus ik ga ervoor om dat dit jaar weer te doen. Is de angst er ook helemaal uit dat er nog iets mis met je zou kunnen gaan in de koers? Je bedoelt waarschijnlijk op die hartritmestoornissen van een jaar geleden. Dat gaat nu eigenlijk hartstikke goed. Sindsdien ik ben daaraan geholpen toen de tijd en ik voel me rustig en ik heb daar eigenlijk geen last meer van gehad. Dus dat is fijn. En ja, de Vuelta was inderdaad gewoon super niveau. Ik bedoel, in principe rij je daar gewoon bij de eerste 10. Als alles mee zit. Helaas ja, kon ik dat niet afmaken door de thuissituatie op dat moment. Maar dit jaar is weer een nieuw seizoen. En kijk uit naar mooie dingen die dit jaar kunnen gaan gebeuren. Ja, Robert Geesink, zijn seizoen is overigens begonnen met een teleurstelling. De Achterhoeker moest de ronde van Algarve in Portugal vanwege privéomstandigheden voortijdig verlaten. De website StemTinder van het tv-programma Zondag met Lubach ging gisteravond de lucht in en was onmiddellijk overbelast. De alternatieve stemwijzer laat je een keuze maken tussen de verschillende kandidaten voor de provinciale statenverkiezingen op basis van hun uiterlijk. Heel, saai, hè? Glad. Ja. Weg met de inhoud. Uiterlijk is wat telt voor StemTinder. Oh nee. Voor de dames bij ons op de redactie springen er een aantal uit. Zoals Peter de Vos, tweede op de lijst voor de SP. Als ik zo naar u kijk, dan denk ik wel meteen van wat heeft deze man nou wat ik niet heb. Ik vind die ook bijzonder knap. Mij een beetje pijnlijk uitlachen. Wacht maar, dat haar daar bij die onderlip, dat kan toch echt niet? Ja, dat wordt lang niet door iedere dame wordt dat op prijs gesteld. Nee, dus die gaat eraf? Ja, als ik daar nog een paar stemmen mee kan winnen, dan moet ik daar toch overwegen. De campagne moet eigenlijk nog beginnen, hè? Ja, de campagne moet nog beginnen. Ja. Maar ik hoop eigenlijk meer dat ik meer word gekozen op mijn inhoud. U bent een man van de inhoud? Ja, ik vind mezelf wel een man van de inhoud. Met name de SP. De SP staat voor het Sociaal Nederland. Dus die inhoud, die wil ik wel graag naar buiten brengen. Inhoud, daar willen de politici het liefst over praten. Looks of geen looks. Maar laten we toch eens voor één keer op uiterlijkheden afgaan. Vage foto. En natuurlijk zijn er geen objectieve criteria voor wie er betrouwbaar of mooi uitziet. Of toch? Ja. Voorlopig heb ik mijn keus gemaakt. Anne Doppen. Tweede op de kandidatenlijst van... Wat doet het er eigenlijk toe? Ja, de alternatieve stemwijzer van Zondag met Lubach is te vinden op de website stemtinder.nl. En dan het weer. Wat staat ons te wachten in de laatste februariweek, Margot? Nou, ik denk een beetje winter en een beetje lente in deze laatste februari maand. In de laatste maand overigens ook van de meteorologische winter. Met soms een koud nachtje, een hagelbui. Maar als overdag de zon doorbreekt, dan lijkt het wel lente met 8 graden. Vanochtend geen zon, maar bewolking. Deze band met bewolking en een beetje regen trok over Gelderland. Vanmiddag zag het er allemaal een stuk beter uit. Met stapelwolken in rijtjes gerangschikt vanuit het zuidwesten. Maar ook zon en een enkele bui. En omdat het hoog in de atmosfeer koud is, kan daar ook af en toe een hagelsteentje tussen zitten. Ook vanavond kan er zo'n bui vallen, maar vannacht is het een tijdje droog. Het wordt niet kouder dan 2 graden. Ondanks de opklaringen, dat heeft te maken met een doorstaande zuidwestelijk wind. En tegen het einde van de nacht, dan neemt de bewolking vanuit het westen toe. Want morgenochtend dan trekt er opnieuw weer een storing over Gelderland. Met een aantal buien, misschien ook wel weer met hagel. Later in de ochtend en morgenmiddag, dan komt vanuit het westen de zon weer tevoorschijn. En kan er ook nog een bui vallen. Al met al een wisselvallig dagje met een stevige zuidwestelijk wind en 8 graden.
Nou, woensdag krijgen we nog zo'n dagje. Daarna dan is het bewolkt op de donderdag met later op de dag regen. Vrijdag en zaterdag dan lijkt het allemaal wat droger te gaan worden met wat meer zon. De temperaturen overdag die zijn in stijgende lijn. Het wordt zelfs 10 graden op zaterdag. Maar af en toe kan er nog best een koud nachtje tussen zitten deze week. Dit was Gelderland Vandaag. Het kan nog wel maanden duren voor alle slachtoffers van de brand in een seniorenappartement in Nijmegen terug kunnen naar hun huis. Uit het hele land wordt er steun geboden. Ondertussen is de toestand van een van de zwaar gewonden kritiek. Tot zover. We blijven u informeren via gld.nl en via onze app. Nog een fijne avond.